Ik ben in Woerkum. Je schrijft het als Woudrichem, het wordt hier uitgesproken als Woerkum. Het is in de kop van Noord-Brabant, vlakbij Gorkum, dat dan aan de overkant van wat hier langstroomt de Waal en de Afgedamde Maas. Het is ook een pontje voor voetgangers tussen Woerkum en Gorkum. En het lijkt erop dat het vooral dagjes mensen, toeristen zijn die deze kant op komen. Die zitten daar met z'n allen op een rijtje te wachten tot de pont weer teruggaat. En ik snap goed waarom ze hier komen. Als je hier met de TomTom naartoe gestuurd wordt, dan denk je van waar zet hij me nou af? Ik moest mijn auto een stukje verderop parkeren in een haventje. Omdat Woerkum geheel nog steeds omringd is als vesting door een dijk. En het is heel goed bewaard gebleven. En het is van alle plaatsen waar ik geweest ben, ik denk in zijn geheel Nederland, alle plaatsen waar ik geweest ben, de mooiste. Waarom ik het niet nomineer als de beste plaats van deze reeks is omdat je hier dus niet kunt winkelen. Die eer die komt toe aan Gorkum, dat is een goede combinatie van water, historische architectuur, winkelen en horeca. Horeca is hier wel, een beetje. En het is gewoon lekker rustig hier. Dus je kunt ook lekker rustig op het terrasje zitten en vooral op een zomerse dag, als vandaag, als alle bloemen bloeien, ook bij de huizen, de tuintjes rondom de dijk, is het echt heel erg mooi. Vlakbij ligt slot Loevestein, dat is ook een straat hier vernoemd naar Hugo de Groot. Dus ter herinnering aan de historische gebeurtenissen die in het slot gebeurd zijn. Ik heb geen tijd gehad om het slot te bezoeken, helaas. Maar weet, als je hierheen komt, dat je het mee kunt pakken en dat je hier gewoon een hoop opties hebt. Er zijn watersportopties naar Gorkum. Je kunt naar Gorkum gaan als je nog meer tijd over hebt en wat wil doen. Maar neem alsjeblieft ook een kijkje hier in Woerkum. Want het is echt een van de mooiste plaatsen die Nederland rijk is. Die echt nog voelt zoals die eeuwen geleden gevoeld zou moeten hebben. En eruit gezien zou moeten hebben. Er is het wel wat nieuwbouw tussen hier en het oude centrum. Maar het valt allemaal niet zo verschrikkelijk uit de toon. Dus daar krijgen ze een compliment voor van mij. Het zijn veel steegjes en dat soort dingen. Dus je kunt er een lekkere wandeling maken. Het is niet groot. Maar als je echt het stadje wil uitkomen, dan ben je toch wel langer bezig dan je van tevoren verwacht als je op de kaart kijkt. Ik ga hier met een heel goed gevoel weg en ik hoop dat ik hier nog een keer terugkom als ik de tijd heb om wel lekker op een terrasje te gaan zitten, iets te gaan drinken en te genieten van dit prachtige plaatje.